Samantha, de jury kon maar moeilijk kritiekpuntjes vinden. Hoe voelt dat nou? Ja, geweldig natuurlijk. Dat is, ja, daar doe je het voor. Maar goed, een puntje van kritiek is altijd, niemand doet het perfect. Zo zie ik het altijd. Ik heb liever dat ze dan zeggen wat je dan verkeerd doet. Als dat ze zeggen van, nou, het was wel goed. Maar goed, ja, als ze echt niet konden vinden, is dat natuurlijk helemaal top. Nee, want waar ga je nu aan werken voor volgende week? Nou ja, aan de lijn. ja, moeilijk verhaal, daar gaan we het nog even over hebben, denk ik, met elkaar. Want ja, daarom zeg ik, als je kritiekpuntje, dan weet je waar je op moet letten. Maar ja, dat wordt nu moeilijk. Emotie, hè? Dat was het. Hey, en hoe is het om nu weer terug te zijn bij je familie? Om dat moment dat je door de vlag heen loopt, weer terug te zijn. Waanzinnig. Ik heb echt zin in een goede borrel en in een feestje. En lekker, ja, er is op een programma te kijken, want dat is natuurlijk al een feestje op zich. Ja. Wie vond je tot nu toe, afgezien van jezelf natuurlijk, wie sprong er voor jou uit tot nu toe? Ja, ik vind het wel lastig hoor, want het zijn allemaal zulke lieve schatten. Maar ja, Quincy staat op 1 en die was ook inderdaad wel kei en kei goed, ja.